we wagen voor onze vrijheid. Ongeveer 8 seconden na dat plofje zie ik brandende wrakstukken naar beneden vallen. En dat is voor mij direct het besef dat ik daadwerkelijk ook het vliegtuig geraakt heb. Van dat moment hebben we gebruik gemaakt om in vuur en beweging ons los te weken van deze hinderlaag. Ja, vanaf dat moment hebben we behoorlijk wat uren onder vuur gelegen. Mortieren, tanks, snipers. We keken elkaar aan. Zeiden nee, zijn we toch weer teruggegaan. Zijn we ze toch weer gaan halen. En als er dan een stuk waardering voor komt, dan is dat wel, wel iets om heel erg trots over te zijn. Dat zijn de dingen waar je het voor doet tijdens een missie. Maar dit ga ik nooit meer vergeten. Dit ga ik echt nooit meer vergeten. En dat is een mooie waardering van het werk. Mevrouw Bijleveld, in ons land zijn ongeveer 100 mensen met zo'n dergelijke soort militaire onderscheidingen. Zo'n dapperheidsonderscheiding, ja. Ja, dat zijn hele hoge militaire onderscheidingen voor heldendom eigenlijk. Ja. Waarom kiezen jullie er bij Defensie voor om daar een paar mensen dan uit te pikken en die extra in het zonnetje te zetten? Nou ja, dit zijn allemaal mensen die hele speciale dingen hebben gedaan. En daar gaat een heel lang proces aan vooraf. Er is ook er is een hele procedure voor. En we kiezen daar eigenlijk voor om te laten zien dat het niet vanzelfsprekend is wat onze mannen en de vrouwen ook, maar het meest zijn mannen, in het werk doen. En als we de verhalen niet vertellen, dan wordt ze gauw vergeten. En ze zetten zich nu ook nog dagelijks overal in de wereld in voor veiligheid en voor vrijheid, voor democratische rechtsorde, waar mevrouw Yücel het over had. Dus we moeten de verhalen vertellen en daarom doen we dat. En we hebben ook die mooie portretten van deze mensen gemaakt, waar net die trailer van was. En aanstaande zaterdag op Veteranendag gaat het eerste portret de lucht in van deze mannen in dit geval. Twee mensen met zo'n dapperheidsonderscheiding zijn hier. Ruud, jij bent onderscheiden met een bronzen kruis. Waar heb je die voor gekregen? Voor het proberen te redden van een collega in een brandend voertuig dat op een IED was gereden. Waar was dat? In Afghanistan. Ja. Volgens mij hebben we beelden van, dat, van iets van die missie. Want wat gebeurde er precies? We waren op een locatie waar we het voertuig moesten waarnemen. En de activiteiten in het veld zien waar te nemen. En alleen op een gegeven moment kwam er een zandstorm en konden we niet verplaatsen, waardoor er geen luchtsteun was. En op dat moment raakten de batterijen voedsel op en we moesten wel terug verplaatsen. En onderweg searching, zoals je ook op de beelden ziet, dat is zoeken naar explosieven door middel van de genie. Hebben we toch iets gemist en is er een voertuig van ons op een IED geklapt, waar ik op dat moment als eerste ter plekke was. En dingen heb gedaan. Ja. Wat heb je toen gedaan? Als eerste heb ik een casualty, mesh casualty rapport gemaakt voor mezelf. Dus kijken wie nog ademt, leeft heel snel. En kijken wie een prioriteit 1 is om zo snel mogelijk te helpen. En ik zag één collega die nog in het voertuig zat, die nog brandde. En die probeerde ik eruit te krijgen. Ja. Ja. En daar heb je dus deze erkenning voor gekregen. Hoe belangrijk is die? Voor mij? dat is moeilijk omschrijven. In het begin is het... vond ik hem niet zo heel... Ja, dat is lastig. Je vond het gewoon misschien wat je deed. Ja. Je wordt andere mensen dragen je voor. Zal je dat niet aanvragen. Dus op dat moment had ik zoiets van... Ja, het is niet mijn werk. Het is van ons hele team. Dus dat was ook de eerste gedachte die door me heen ging. Maar het is een persoonlijke onderscheiding die je krijgt. Dus, het is ook heel bijzonder wat je hebt gedaan. Dank u wel, ja. Frans, je hebt zelf het kruis van verdiensten voor een actie in Srebrenica. Maar jij bent ook voorzitter van de vereniging dus, die 50 jaar nu bestaat. Die onderscheidingen, waar allemaal mensen met zo'n onderscheiding bij aangesloten zitten, zeg maar. Hoor je dit vaker, dit verhaal, van dat mensen zeggen... Ja, ik vond het eigenlijk niet zo bijzonder wat ik deed? Ja, bijna elke drager van de militaire dapperheidsonderscheiding zegt altijd dat het niet bijzonder was. Maar dat is het mooie van deze onderscheiding. Het zijn anderen die dat bepaald hebben. Ja. In de zin van dat ze hebben voorgedragen voor dat wat ze hebben gedaan. En hoe is het dan voor jouzelf om op zo'n manier erkenning te krijgen? Ja, dat is een moeilijk verhaal. Misschien ben ik een vreemde eend in de bijt. ik geloof dat ik een van de eerste was sinds de Tweede Wereldoorlog. Die was voorgedragen. Ik was nog jong. En ik had een eigen mening. Dat is trouwens het mooie van Nederland, hè, dat we een eigen mening kunnen hebben. Zo is het, Frans. En ik heb de eerste keer dus ook geweigerd. Oh ja? Want dat heeft alles te maken met het feit dat we de opmars van de Serven in de inval van de enclave van Srebrenica hebben vertraagd met 3 Nederlanders en 3 Engelsen. Dus ik vond het eigenlijk eerst onrecht
dat niet alle Nederlanders die bij mij waren, dus we waren met z'n drieën, dat die niet waren voorgedragen. En dus pas jaren later dat ik heb gezegd van oké, ik ga die onderscheiding toch accepteren voor alle jongens en meiden van Dutchball 3 die daar toen de tijd gezeten hebben. Dus toch en jullie zijn ook een voorbeeld, toch? Hè? En want dat is, vind ik zelf ook van belang. Dat we ook allemaal zien dat die vrijheid hè, die wij hier hebben, waar we echt ontzettend trots op moeten zijn, dat we inderdaad kunnen zeggen wat we willen zeggen, kunnen zijn wie we willen zijn, dat dat niet overal in de wereld zou... Misschien nog meer bewustwording bij ons allemaal als burgers, zij doen. En daar moeten we heel zuinig op zijn. En zij doen het allemaal met gevaar voor eigen leven. En dat moeten mensen zich ook realiseren, dat een belangrijk onderdeel van ons werk is en dat dat ook wat waard moet zijn. Ja. En dat we die waarde ook zien, is, vind ik zelf erg van belang. Want Frans, merk jij vaak dat mensen niet heel erg zich een beeld ervan kunnen maken van wat oorlog nou eigenlijk inhoudt? Nou, ik denk dat dat logisch is. Ja. Want we leven al, gelukkig. We vieren het niet voor niets dit jaar 75 jaar in vrijheid. En dat is natuurlijk een enorm goed. Maar als je kijkt naar alle veteranen van Nederland, dus niet alleen de dragers van de militaire dapperheidsonderscheiding, dan moeten we ons wel met z'n allen realiseren dat het nou net die mannen en vrouwen zijn die ervoor zorgen dat we al 75 jaar niet weten wat oorlog is. Ja. En dat moeten we zo houden. En dat kunnen we denk ik alleen bereiken door dus ook die daden te laten leven van die veteranen. Maar in mijn geval als voorzitter van de Vereniging Draagers Militaire Dapperheidsonderscheidingen, de daden van de dragers van de militaire dapperheidsonderscheiding. Want hoe je het went of keert, het zijn ongekende verhalen. Zeker. Ik word er elke keer weer stil van. Ik heb van het weekend de film van Ruud bekeken. Ja, dat klinkt dan raar, maar dan word ik er stil van en dan gaat het raadsel in mijn hoofd. En we kennen elkaar al heel lang vanuit de vereniging. En Ruud weet wat ik met het bestuur allemaal aan het doen ben. Nou goed, dat weet de minister ook. Zeker. En ik belde Ruud op van het weekend. Ja, Ruud, wij waren er samen. Mm-hmm. Ik was PC van een ander peloton. Ja. En 2 weken voordat dit gebeurde met Ruud, was mijn eigen Alfa-voertuig de lucht in gegaan. Weet je, dus dan ga je echt weer even dingen beleven. En dat brengt me altijd bij iets wat ik altijd zeg. Het is elke veteraan heeft door zijn uitzendingen een kras op zijn ziel. Of die nou wil of niet. En vroeg of laat komt dat er een keer uit. Mm-hmm. Nou goed, hè, Ruud, je weet er alles van. En dan moet je in de maatschappij mensen bewust maken van het feit dat dat zo is. En ik vraag niet om medelijden voor die veteranen, maar wel acceptatie en bewustwording. En erkenning en waardering toch ook wel, vind ik, hoort er ook bij. Ja. Want helpt dan zo'n straks dat portret met jouw verhaal wat daarin zit, helpt dat op een bepaalde manier ook om het verhaal aan mensen te vertellen of dat je kan laten zien van nou, dit is er dus dan ongeveer gebeurd? Het is wel makkelijker om het er inderdaad te verwijzen. Want het zelf vertellen is nou niet echt een ding wat ik zelf graag doe. Het is toch een verhaal of jezelf, je praat over jezelf. Dat ik hier zit is al een hele stap. Maar ik denk dat het wel heel belangrijk is inderdaad. Ook voor andere mensen binnen Defensie. Want ik ben niet de enige met zo'n verhaal. Er zijn zat mensen die rondlopen zonder zo'n medaille. Die misschien nog wel mooiere verhalen hebben, dat weet ik niet. Maar ook om hun de kans te geven om hun eind kwijt te kunnen. Ja. En jouw verhaal kan je ook de veerkracht heel goed zien die mensen hebben. Dat vind ik zelf ook heel, heel mooi om gewoon toch maar te zeggen. Hè? Want het zijn niet allemaal makkelijke verhalen. En zoals wat jij hebt meegemaakt, zeg maar, als je kijkt naar bijvoorbeeld de ervaringen die deze mannen, maar ook anderen in missies hebben opgedaan, die hebben we nu bijvoorbeeld tijdens de coronacrisis ook weer kunnen inzetten. Dus bijvoorbeeld dat hele medische plannen en het verspreiden van patiënten, dat is wat jullie in Afghanistan zeg maar ook dagelijks deden. Als er zoiets akeligs gebeurt, als zo'n IED of een berenbom, dan moet je kijken waar moeten mensen naartoe. En die kennis zetten wij dan ook in voor onze nationale taak. En is dat besef er in de politiek altijd genoeg, wat mensen in het leven bij de Ik vind doen? Te weinig. Ik vind te weinig en daarom ben ik het heel erg met Frans eens, dat we die verhalen moeten delen en vertellen. Een dingetje is natuurlijk het defensiebudget. Ja, dat kan wel omhoog, hè, toch? Dat kan wel omhoog, ja. We zijn in Europa zijn we deel van de zuinige vier. Een weinig prestigieuze titel, zou ik zeggen. En het defensiebudget is ook maar minder dan 2%. De 2% die de NAVO Twee dingen hebben niks met elkaar te maken. Nee, maar we zijn zuinig. Daar komt het op neer. Nou, in ieder geval voor defensie wel. We zijn de derde van ons. We zijn
er zijn 30 NAVO-landen en wij staan op plaats 27 als het gaat om het budget voor defensie. 2% is de afspraak inderdaad, die 2014 in Wales is gemaakt. Ja. Moet in 2024 door minister-president Rutte, 2024 zijn bereikt. Dat halen we niet. Het is nog steeds wel het doel om het te halen, maar dat halen we niet. We zitten op 1,4%. Trump is daar klaar mee dat we het niet halen. Ik ben het eigenlijk vrijwel nooit met Trump eens. Ook niet met wat hij allemaal twittert, maar hier vind ik wel dat hij een punt heeft. Ja. Als we een afspraak hebben in het bondgenootschap, dan moeten we daar ook naartoe werken. Ja. Maar wie houdt dat tegen dan? Nou ja, het is allemaal een kwestie van kiezen waar het budget naartoe gaat. En we hebben in dit kabinet investeerd enorm wel in defensie. Voor het eerst sinds jaren wordt er echt groot wel geïnvesteerd. We hebben 1,5 miljard extra per jaar erbij. Maar dat is gewoon nog niet, gewoon echt nog niet genoeg. Dus we groeien wel iets naar die 1,4%. Maar dat is gewoon echt niet goed. U bent het eens met Trump, maar de Duitsers niet. Nou, de Duitsers daar op het punt van het terugtrekken van troepen. Maar als het gaat om het budget zijn ze het er wel op eens. Okay. Want de Duitsers maken echt een grote stap. Die gaan in 2025 naar iets meer dan het Europees gemiddelde. En in 30 naar wel 2%. Daar hebben ze ook een pad voor aangegeven. Zijn we als Nederland eigenlijk wel in staat om onszelf te verdedigen? Nee, dat zijn we niet. Dus we moeten sowieso het altijd samen met anderen doen. Daarom is het bondgenootschap ook zo belangrijk. En we moeten ook, daarom vind ik het ook heel belangrijk om deze verhalen verteld worden. Die veiligheid, maar ook de democratische rechtsstaat, waar mevrouw Giselle het over had, die moet ons wat waard zijn. Kijk, onze hele begroting is 12,1 miljard. Ja. Maar de begroting van VWS groeit ieder jaar met 9 miljard. Dus om zeg maar de verhoudingen te zien. Dus het is geen grote begroting die we hebben. Wij sparen ook voor de investeringen die wij moeten doen. Dat kan niet anders. Maar daar moet meer geld bij, willen we aan die norm voldoen. Maar ja, en dat gaat stap voor stap. Dus we hebben de eerste stap gezet, maar het gaat stap voor stap. Dan gaat het natuurlijk om de Europese norm. Maar merkt u zelf dan ook dat er binnen Defensie toch te weinig geld is om bepaalde dingen te doen? Ja, nou ja, goed, we moeten altijd kiezen. Ik heb een defensienota geschreven waarin we het geld wat we nu hebben verdelen. We sparen voor grote uitgaven. Gelukkig kon de staatssecretaris vandaag in debat geweest in de Kamer ook zeggen dat we de fregatten, daar gaan we voor een type dat dame gaat maken met Thales. Dus we zijn bezig met het proces van aanbesteding van onderzeeërs. Maar we hebben heel veel dingen zoals in IT waarin we in moeten investeren, in huisvesting, die we nog moeten doen, omdat er zo lang is bezuinigd. Dus dat moeten we allemaal stap voor stap inhalen. En daar bent u natuurlijk mee bezig. Maar vraag ik me wel af, merk je daar eigenlijk in de praktijk iets van? Dat er te weinig geld is, dat er meer geld bij kan? Ja, ik kan de minister alleen maar aanvullen. Natuurlijk merk je dat. Ja, maar je merkt het op zo'n hoog niveau als het gaat om aankoop van materiaal wat heel erg duur is bijvoorbeeld. Dan merk je dat in het werkveld ook. En hoe dan? Ja goed, als het materiaal duur is en we zijn natuurlijk een inhaalslag aan het maken, dan is niet alles er op tijd. Nee. Het heeft ook tijd nodig. Voelen jullie het ook dat het een beetje gênant is dat wij zoveel te danken hebben aan de NAVO, maar dan als Nederland niet voldoen aan die 2%-norm? Nou goed, dat is niet aan mij. Ik denk dat als je kijkt naar wat we als Nederland doen in het inzetgebied met onze NATO-partners, dan doen we dat goed. Ja, het zijn wel meer dingen. Ik denk wel, die norm is er ook niet voor niets. Het is niet per se omdat we 2% zouden moeten hebben. Want als de economie naar het BBP naar beneden gaat, dan zou je misschien wel 2% hebben. Maar dan heb je nog niet de dingen die voor onze veiligheid nodig zijn. Hè? Het gaat om de capaciteiten die je nodig hebt. Maar we horen bij een beetje de beknibbelaars. Absoluut. Nee, dus in die zin, dus het gaat om de dingen die je voor onze veiligheid nodig hebt. Maar het gaat niet alleen om die 2%. Het gaat over, heb je de goede capaciteit? Daar vindt de NAVO van dat wij wel goed investeren. Dat is denk ik ook belangrijk om te zeggen. Wij investeren dit jaar ver meer dan de norm. Die is boven de 20%, 23%, bijna 24%. Ja. En wij doen ook wel ons best met name de special forces, waar Frans een voorbeeld is in inzet. De Nederlandse special forces zijn hoog gewaardeerd internationaal. Ja. En dat wordt ook gezien. En die inzet wordt ook enorm gewaardeerd. Ja. Dus het is altijd een samenstel van zaken. Stap voor stap moet het beter gaan. Laatste vraag. De coronacrisis heeft natuurlijk in zekere zin, en daar is het gedrag van Trump ook een voorbeeld van, ervoor gezorgd dat mensen voor zichzelf gaan kiezen. Vooral met zichzelf bezig zijn. In zichzelf keren. Is dat iets zorgelijks?
Ja, op zich vind ik dat zorgelijk. De ontwikkelingen in de NAVO zijn in die zin ook zorgelijk. Als je kijkt naar wat Trump aangekondigd heeft. Bijvoorbeeld over wat u zei, terugtrekken van troepen uit Duitsland. Eenzijdig aangekondigd. Ook wat hij eenzijdig aankondigt over de missies op dit moment. Als je in een bondgenootschap zit, dan ben ik het eens dat je aan de verplichtingen moet voldoen. Maar dan moet je ook samen met elkaar in een coalitie overleggen hoe je dat dan aanpakt. Ja. Historisch is het zo dat de Amerikanen, als je kijkt naar de geschiedenis, altijd op een teruggetrokken positie zaten. Maar daar moeten we niet naartoe terug, want we kunnen alleen samen het doen. We kunnen alleen samen in Europa ons verdedigen tegen de dreiging die er is. Maar ook onze rechtsstaat uiteindelijk overeind houden. Ja. Ja. Ik zit alleen te denken, is makkelijk gezegd natuurlijk, als je niet eens aan die 2%-norm voldoet. Wat andere mensen dan zeggen. Dus dan moeten ze wel helpen, maar aan de andere kant voldoen wij niet aan hun eisen. Nee, maar zeker. Maar wij helpen ze ook wel. Want wij helpen bijvoorbeeld in Afghanistan, treden we samen op met de Amerikanen. Wij vliegen. Dus het is tweezijdig. En we doen een aantal dingen wel goed en een aantal dingen niet. Maar ontegenzeggelijk moeten we in budget groeien. Absoluut. Maar wat er hier doorheen speelt is ook dat wij in Nederland een beetje in slaap gesukkeld zijn. Ja. En denken dat onze vrijheid niet kwetsbaar is. Ja, zodat die vanzelfsprekend is. Ja. En dat is niet zo. Dus dat moeten we ons veel beter realiseren. En als dat eenmaal beter tussen de oren zit, hoe kwetsbaar het is, ook in ons eigen land, absoluut, maar ook in de wereld. Dan komt er vanzelf langzaamaan meer ruimte in budgetten. En daarom hebben we ook zaterdag nog extra aandacht voor Veteranendag. Absoluut. Dus dan meer. Waar dan de portretten in première gaan ook. Dat ook. Eind februari werd Kieran Wadloe wereldkampioen windsurfen. Met zijn vriend en rivaal Dorian Rijs van Rijsselbergen streed hij om